Zondagochtend. Ik wilde net gaan trainen met mijn broer. Ik was in het westen bij mijn familie en toen kreeg ik een belletje van Tijn, de manager. En die vroeg of ik in de avond kon melden. Door een aantal blessures, jongens zijn afgevallen. Appie en Rubi helaas nog het trainingskamp moeten verlaten. Een aantal jongens zijn doorgeschoven natuurlijk naar het A-elftal, naar het Nederlands elftal. Dus vandaar dat we graag Mats erbij willen hebben. Voor Mats zelf een heel mooi moment is om zich te meten met de jongens hier. Te ruiken aan de manier hoe gewerkt wordt hier. En ik denk dat het een hele mooie beloning is voor zijn ontwikkeling. Ja, ik moet zeggen, toen Sven Botman werd doorgeschoven, dacht ik wel van oké, nu zou ik wel een belletje kunnen krijgen. Maar ik had hem eerlijk gezegd gisteren niet meer verwacht. Ik moest dus nog naar Almelo om schoenen te halen en zo. De club was ook dicht, dus dat was wel even geregeld. Maar uiteindelijk was ik hier om 9:10. Toen coronatest, gelijk de kamer op. Maar ja, het is natuurlijk altijd mooi als je alsnog wordt opgeroepen. Ja. Nou ja, weet je, we hebben nu alle wedstrijden tot nu toe gewonnen en ook met goed voetbal, attractief voetbal. En we willen ook graag die laatste wedstrijd winnen van Portugal. Ja, we willen gewoon graag ongeslagen deze poolfase afmaken. Ik pak gewoon wat ik pakken kan, ik zie het wel. Het is alweer een stap dat ik erbij zit en de rest laat ik op me afkomen.